François, we hadden het eerder met elkaar erover dat het niveauverschil groot is tussen de wedstrijden. Het was vanavond eigenlijk ook weer het geval, hè, na maandag. In die zin vond ik wel meevallen. Ik vond dat we de eerste helft totaal controle hadden over de wedstrijd. Veel balbezit gehad. Alleen 1 minuut van rust, 1 momentje en het is 1-0. Maar kansen gecreëerd? Weinig. Weinig. Eerste helft denk ik een schot met Zian. Een aantal voorzetten. De tweede helft 1 grote met Okita, waar we 1-1 kunnen maken. Daar zit denk ik ook het pijnpunt. Kijk, je komt achter weer uit de spelervatting. Uit een persoonlijke fout, denk ik. Dan moet je daar tegen opboksen. En uiteindelijk zijn we ook niet creatief genoeg voorin, blijkbaar. En zakelijk genoeg om daar kansen te creëren. Dus ja, dit werkt achterin, maar het werkt ook naar voren toe. Dit kan echt niet. Dit kan helemaal niet. Wat is vandaag gebeurd? Ik hoop dat het is de laatste keer. Ze hebben geen enig schot op doel eigenlijk. Wij krijgen 2 goals tegen. Dat kan er niet wedstrijden winnen. Ja, haal die goal eens terug. Zag jij wat er gebeurde? Eigen goal van Van der Looij. Brandels kwam uit. Ja, volgens mij misverstandje of zo. Ja, dat, ook niet over scheidsrechter, dat wil ik niet doen. Is gewoon onze schuld. We waren met z'n allen verloren. Dus zo is dat, ja. Kijk, je wint met z'n allen, je verliest met z'n allen. Kijk, als er een goal ingaat, kijk je eerst naar de keeper of naar de verdedigers. Maar voorin hebben we ook een grote kans gehad waarin een aanval mist. En daar hoor je dan mensen vaak niet over. Maar ik denk, tot de 35e minuut denk ik dat we totale controle hadden. En in die fase daarna gaven we een aantal vrije trapjes weg. Op plekken waarvan je denkt, van, dat zijn eigenlijk de momenten waarvan zij het misschien wel moeten hebben. Ja, en dan gaat hij er volgens mij 1 minuut van rust in. En zien we er achterin gewoon niet goed uit. Daar hoef je ook niet moeilijk over te doen. Ja, dan moet je opboksen tegen zo'n achterstand wat totaal onnodig is. Vond je dat jullie genoeg creëerden vandaag? Eigenlijk niet. Volgens mij hebben wij misschien 2-3 kansen. Die moeten wij wel afmaken. Maar wij hebben niet gescoord. Dus 2-0 verloren. Dat is het. Ja, is bijna onmogelijk, hè? 5 verdedigers ook. Had je het sowieso verwacht eigenlijk, 5 verdedigers? Ja, ik heb er wel rekening mee gehouden. We hadden wel het idee dat Achabar ging spelen. Ze hadden natuurlijk een schorsing, dus we hadden wel het idee als Achabar gaat spelen, dan gaan ze waarschijnlijk 5-3-2 spelen. Hadden we wel op ingespeeld. Maar nogmaals, dat was het probleem ook niet. We geven weer 2 spellenvattingen, 2 doelpunten weg. Ja, die tweede is wel in fase natuurlijk dat je volop aan het aanvallen bent, maar wel weer een spellenvatting. Nee, soms is het wel lastig. Wat ik heb gezegd was een misverstand tussen 2 spelers. Dat was een ongelukkige avond. Krijgen wij doelpunt tegen in de 46e minuut. Daarna knokken wij weer op de deur van hun. Daarna krijgen wij tweede goal van vrije trap. Dan breng je Romani nog, Moussaba nog. Doe je er alles aan eigenlijk. Waarom startte je eigenlijk met Velikonja? Ja, goed, omdat wij vonden dat Ole een goede fase had in het begin van het seizoen. Hij heeft natuurlijk 3 goals gemaakt in een aantal wedstrijden. Dus daarom ook het vertrouwen gegeven om hem te laten staan. Nou, Etienne is bij tijd aan wijlen. Hij is wel een beetje hetzelfde type als Ole. Dus dat is wel in die zin een wat jammer. Maar Etienne heeft wel wat meer het vermogen om een balletje bij zich te houden. Waardoor je kunt doorvoetballen. Moet ik zeggen, dat was in deze wedstrijd ook heel moeilijk te zien. Hij speelt natuurlijk in een spits tegen 3 centrale verdedigers, wat heel moeilijk is. Dus de keuze was vooral een beetje gebaseerd op het feit dat hij misschien wat balvaster zou kunnen zijn, waardoor je kunt doorvoetballen. Goed, daar lag niet echt de sleutel tot winst of verlies. Ze stonden wel compact, dus wij moesten via zijkanten voorzetten geven. Dus dat was een beetje tactiek van ons. En wij hebben bijna niks gecreëerd. Dus nullen op onze nul goals voor ons is gewoon drama. Ja, dan ga je nog met 3 verdedigers spelen, soms nog 2 zelfs, 1-op-1 achterin. Ja, en dan Okita kreeg nog een levensgrote kans. Dat is eigenlijk net, had dat kantelpunt kunnen zijn, had ik het idee. Ja, volgens mij was het nog net voordat we wilden wisselen, volgens mij. Ja, daar hoop je dan op een vroege goal, hè. En uiteindelijk ga je met wissels aanvallender spelen. En dan weet je ook dat je natuurlijk ruimtes weg gaat geven. Dus veel 1-1 achterin. Maar ja, goed, dat is dan het risico. En dan dat neem je op de koop toe dat je een counter tegen krijgt. Maar dan neem je niet eigenlijk op de koop toe dat je een spellenvatting weer binnenkrijgt. Nou, volgende week, Go Ahead Eagles dan, tot slot. Dan kan dit niet, hè? Dan moet er gewonnen worden. Nee, nu moeten wij gewoon winnen. Nu moeten wij alleen naar voren lopen. En vanaf morgen weer een nieuwe wedstrijd voor vrijdag. En dat is een nieuwe wedstrijd, nieuwe kansen. Dus wij moeten met z'n allen gewoon kopje erbij. En vrijdag moeten wij 3 punten pakken. Hoe kijk je nou dan terug op die wedstrijd? Toch naar de persoonlijke fouten? Of zie je dan toch wel een verbetering qua voetbal? Nou ja, op dit moment vooral teleurstelling. Want je wil deze wedstrijd winnen. Dan kom je boven bij een groepje te staan waar je een beetje wil zijn. En wat een gaatje naar de onderste helft van de stand.
Ah, goed, uiteindelijk ja, is het eigenlijk totaal onnodig dat we deze wedstrijd verliezen door persoonlijke fouten en weer twee spelervattingen. Dus op dit moment is het balen wat overheerst. Hey, bedankt voor je tijd, François.